basisidee is dat je als socialist, als je het geluk hebt om vooraan te staan, ik heb dat gehad, ik kwam uit een arbeidersgezin, maar ik kon naar de universiteit gaan. Ik heb me daar nooit zorgen moeten over maken. Een socialist kijkt dan op tijd om te zien of dat anderen ook mee zijn. Iedereen krijgt de kansen, je moet ze maar pakken. Zo werkt het niet. En sommige mensen hebben meer steun nodig, sommige mensen hebben meer zorg nodig, sommige mensen hebben tweede en zelfs derde kansen nodig. Waarin ik ben opgevoed in een moslimfamilie. En de volgende jaren ben ik opgevoed in België in een katholiek gezin. Dus ik heb ze alle twee meegemaakt. Nu, ik ben zelf geen vrijzinnige, maar ik sta wel open voor alles. En ik denk dat het heel belangrijk is, de dag van vandaag, dat wij elkaar de ruimte geven daarin. Ik zeg aan mijn studenten vaak, het is super dat er zoveel informatie beschikbaar is op zoveel kanalen, maar wees er u van bewust dat het kan, dat je op alle kanalen dezelfde boodschap krijgt. En dus wat ik het allerbelangrijkste vind, dat een student moet leren, is kritische zin. Durf je dus afvragen, klopt dat wel? En het begon voor mij pas op het moment dat ik naar de UNIF ging en daarna als ik toetrad tot de Rijkswachtofficiersschool. En dat was niet zozeer alleen maar discriminatie op basis van mijn afkomst, maar ook op basis van mijn geslacht. Hij komt in de mannenwereld en alles wat je goed doet, heeft te maken met je vrouw zijn, maar alles wat je slecht doet, heeft ook te maken met je vrouw zijn. De politiewereld is een macho wereld, ja. Maar niet alleen de politiewereld, de brandweers. De politie met een K, de politiek. Politiek ook uiteindelijk. Hè. Ik zit nu een aantal maanden in de politiek, sorry, maar dat is ook nog altijd. Aan de kust was er een discussie over de burkinis op het strand. We hebben in Oostende er één gezien, dat was een journaliste die verkleed was om de reacties op te meten. Weet je alleen. Als vrouw dan vind ik het heel belangrijk dat ik zelf mag kiezen wat ik draag of niet draag. En daarmee wil ik niet minimaliseren dat daar geen druk kan uitgeoefend worden, maar dan denk ik dat wij in staat moeten zijn om die factor achter dat aan te pakken. En niet te gaan zeggen tegen andere grote delen in de samenleving, andere meisjes, omdat sommige van jullie te maken krijgen met druk om dat te dragen, gaan we dan aan jullie ook zeggen dat je dat niet meer mocht doen. Dan is het net hetzelfde. Hè? Als die vader of moeder of wie dan ook die zegt van jij moet dat dragen, zeg jij eigenlijk als overheid en jij mocht dat niet dragen. Ik vind dat die keuze er moet zijn en dat is een moeilijke keuze. Hè? En wat dat mij zo stoort de laatste jaren is dat de politiek zo graag wilt gaan voor die gemakkelijke oplossing. Voor problemen die veel moeilijker zijn en complexer zijn dan die symbooldiscussies waar wij het heel de tijd over hebben. Ik heb mezelf beloofd dat als ik ooit trouw, dat het met de bassiste van de Pixies zal zijn. Maar die is nog niet gelukt. Liefde is niet iets dat afhankelijk is van het uiterlijk alleen.